De handbalsters van VOC zijn voor de zesde keer landskampioen. In het tweede finale duel werd Dalfsen met 31-23 verslagen. Al met al, gewoon goed gedaan, goede uitslag, iedereen zijn bijdrage gehad. Daar ben ik heel trots op. We hadden met z'n allen in het begin van het seizoen al goede vertrouwen in. En op het einde, je weet dat je beter bent, maar alleen je moet het gewoon nog afmaken. En ik denk dat het gewoon vooral het geloof en het vertrouwen in elkaar, dat wel de key was dit seizoen. VOC gaat als een raket van start in de eerste helft. Schot van Dalfsen wordt hier geblokt. Gaat Sprengers er aan de linkerkant vandoor. Komt de bal bij Van Wetering en zij maakt er 2-0 van. Weer VOC in de aanval. Dionne Housier met de linkerhand weet zij de keepster van Dalfsen te verschalken. 6-2. Maar dan in het vervolg van die eerste helft komt Dalfsen langzaam maar zeker terug. Het is hier Van Leeuwen met de 8-6. En even later is het diezelfde Van Leeuwen. Heel erg vrij met de 8-7. Nog maar een marge van 1. Het vervolg van die eerste helft gaat dan redelijk gelijk op. Rachel de Haas hier met een leep boogballetje over keepster Yara ten Holte. Beide ploegen gaan dan rusten met een 14-12 ruststand in het voordeel van VOC. We gaan af en toe doelpunten te maken en we lieten Dalfsen eigenlijk onnodig terugkomen. En net zoals in de eerste helft gaat VOC in die tweede helft heel goed van start onder aanvoering van Dionne Housier. Er wordt een fout op haar gemaakt, maar alsnog weet ze te scoren. Ricardo Clarijs op de voorgrond springt een gat in de lucht na deze fantastische score. Zij is een toptalent in Nederland en die komt ze eens in de zoveel tijd komt er zo eentje voorbij. Wij hebben het geluk dat we er meerdere van hebben, zij is heel belangrijk. En hoe belangrijk zij is, dat bewijst zij hier. Want onder aanvoering van Housier loopt VOC uit. Er wordt een overtreding op haar gemaakt. Maar de muziek van de dienstdoende DJ spreekt boekdelen. En dan is er inmiddels een gaatje van 6 geslagen. Weer is het Dionne Housier hier met een kanonskogel. 23-16. Langzaam maar zeker wordt er dan een feestje gevierd in Sporthal Elsenhaag. Helemaal als Nikita van der Vliet 30-22 maakt. En Ricardo Clarijs weet het, de buit is binnen. Ik had wel vanaf de eerste seconde het idee dat we goed in de wedstrijd zaten. Dekking stond goed, aantal aanvallen liepen goed. Dus ja, en in de tweede helft voel je wel, dit gaan we niet meer weggeven. Ik had in het begin al heel veel vertrouwen dat we dit gewoon gingen winnen. Iedereen had zo'n goed gevoel vandaag. Maar ik denk in de tweede helft toen we gewoon dik voorstonden. Ja, dat geven we natuurlijk niet meer weg. En dat doen ze inderdaad niet. VOC wint dus ruim van Dalfsen met 31-23 en is landskampioen. Volgend jaar moet de ploeg uit Amsterdam-Noord het wel gaan stellen zonder Dionne Housier. Het 18-jarige talent vertrekt namelijk naar het Deense Nykøbing. Wat was de sleutel tot dit kampioenschap? Ik denk het hele team. Ik denk dat wij in de breedte het sterkste team zijn. We hebben natuurlijk een paar uitzonderlijke toppers in ons team. Maar die kunnen we ook rust geven om daarna weer voor te kunnen gaan. Het is echt teamwork.